But it goodbye. We're both acting insane, but you're stopping to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained, looking over the edge. Welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag is het zover. Ja, ik heb de spanning van. De bank over van. Ja. En ja, maar er zit wel een maar aan weer, jongens. Dat vind ik altijd zo leuk om te zeggen. Maar Jarwin is er niet. Die is aangehouden. En Mootje, die is door die stomme agenten, heeft die kogel gekregen. Echt. Ik hoop dat ik ze vandaag één keer recht in de ogen mag kijken. En dat ik dan iemand anders een kogel geef. Dat vind ik ook leuk. Maar we hebben uiteraard mijn basis zo goed hebben weggekregen. En dat is Mattie. Ja, ja. Nou, we zitten lekker in de sfeer vandaag. Dus ik heb vandaag mijn maskertje al opgedaan. Jij hebt de wapens meegenomen, toch? Zeker, dus. Top. Dus jongens, kijk, ik ga het even laten zien. We staan achtersteegje bij de bank. Misschien kennen jullie het wel, de berghuizen. Maar laten we maar snel gaan rijden, want ja, het duurt te lang. Dan gaan we lekker naar het Blokkenpark, want we hebben een afspraak gemaakt met iemand. Vandaag zijn we iets sneller bij Blokkenpark. We hebben weer een deal gemaakt via Twitter. Gingen wij van iemand wiet kopen via drugs. Maar ja, ik weet niet of hij er zin in heeft vandaag, maar hij gaat vandaag toch echt gepakt worden. Waar zou die zijn? Nou, ik weet niet, zag hij er rijk uit op dit of niet? Nou, niet echt. Nou, dan zou hij zeker weer op zijn scooter of zoiets aankomen. Ja. Ja, het, weet ik veel, wat groot trainingspak had hij aan op zijn Twitter, met de scooter. Nou, dan zullen we zien wat hij heeft, hè? Ja. Wel jammer dat hij weer zo laat is. Als hij daar zijn scooter rijdt. Is het wel een scooter dan? Ah, dat is wel een geel pak. Dat moet hem zijn. Hoi meneer! Hallo. Oh, goedendag. Ja, ik stond aan de andere kant te wachten, al heel lang. Oh. Goedendag. Ja, we hadden hier afgesproken meneer, dus Nee, echt. Dat is niet erg. Nou, dat is zeker niet erg. Althans, nou, ik heb een muts op mijn hoofd omdat ik heel erg verbrandwonden heb. Oh, is niet erg. Kan gebeuren. In mijn En ik omdat ik geen emoties wil tonen. Hey, maar die scooter waar we het over hadden, hè? Je weet het wel. Mm-hmm. Hoeveel wil je ervoor hebben? Hoezo scooter? Waar het toch voor wiet? Ja, maar denk jij, ik ga op de straat dat woord zeggen. Oh nee, ik begrijp het al nog. Ja, doe maar voor alles. Je wilt alles hebben? Nou, ik kom hier niet voor een halve scooter, nee. Oké, dan is het allemaal 15k. 15k? Je bent niet goed, vriend! Bro, wie denk je dat je bent? Wat? Een lelijke pak. Ik ben serieus man vandaag. Ja, ik ook. Dus kom maar even mee in de auto. Er ligt wat voor je. Kom. Is goed. Ik ga even mijn scooter goed neerzetten, want ja, daar krijg ik een bekeuring van de politie. Oh, wat hoop ik dat je die bekeuring krijgt. Flapperol. Moet u nou zo nodig zeggen. Wat? Ah, ga op die auto stappen. Ga op die auto stappen nu. We gaan rustig te doen. Hé, hey, wie is hier serieus vandaag? De deurtjes zijn weer op slot vandaag. Hier lekker wat touw om je handjes. Dat zit zo lekker extra strak dat je zo vervelend deed tegen ons. Wat tape om je mond. Slaap lekker, hè? Ik zie jou zo wel even. Wat een cirkel. Wat heb ik dit gemist, hè? Alle tijden. Al ben ik hier gisteren nog geweest, maar. Gisteren nog? Ja, gisteren onderzoek, hè? Hé, cirkel! Ga uit die auto stappen! Ga! Ga uit die auto, vriend! Ga uit die auto! Trek hem uit die auto, kom! Doe hem even open! Kom! Wat doe je zoetegrond? Kom, ik trek jou mee! Je gaat in die tafel zitten! Dan ga ik gelukkig gesprekje met jou aan, hè? Heb je wel vrienden, of niet? Ik zal even uit die thee, want zo staat makkelijk verstaan. Kom, huppa! Heb je wel vrienden? Ik heb genoeg vrienden. Ja, 1, 2. Maar waar zijn je vrienden dan? Ik zie hier niet jouw vriend hoor. Oeh, ik ben ontvoerd. Bro, jij bent telefoon afgepakt. Alles. Wie kan ik? Ik kan niemand bellen. We kunnen hier ook overleggen. Bro, begin nou niet zo pikkie te doen.
Moet jij zeggen. Ik zweer, als ik hier uitkom, ik zie jou lopen. Jij neemt, je bent niet boven de grond. Nee man, jij bent diep, heel diep onder die grond. Nou, weet je wat, dan gaan we wel even naar de dam, dan ga jij vast onder de grond. Oké, doe rustig. Ah, dacht ik al. Heel lief doen nu. Oké. Ezel, oké. Weet je wat, ik ga even wat in mijn auto pakken, dus je wat pijn gaat krijgen, zo. Hoe gaat het met je steken in je nek, jongen? Voelt wel lekker, hè? Wil je er nog één? Nee, doe rustig. En wil je gaan slapen? Ja. Wat? Zo, even wat gaas erin, want ja, ik ben vroeger natuurlijk EHBO-arts geweest, dus ik weet precies wat ik moet doen. En ga je nu nog een keer vervelend tegen mij doen? Nee. Dat dacht ik al. Ezel. Wat zei jij? Yes. Nee, je krijgt nog wel een steek, dan mag je lekker gaan slapen. Nee. Wie ben ik? Dat dacht ik al, je weet niet eens, vriend. Ik heb ook nog een zoontje. Ik heb die speelgoedtelefoon bij. Kijk of dat hij doet. Ja. En weet je wat, ik ga jou helpen. Ik ga hier politie bellen. Ga politie bellen. Hier, ga bellen. Wacht even, meneer. Even wachten. Niks wachten. Ga politie bellen. Ja, oké. Hallo? Ga politie bellen. Hallo, 112. Hallo, politie. 112, alarmcentrale. Waar kan ik u mee helpen? Met politie. Oké, wat is er dan? Het is een bankoverval. Ik ben 2 keer gestoken. Hallo? Ha, ik dacht wel, je hebt geen vrienden. Zang al op, hè? Jammer, jongen. Jammer. Nee. Wacht. Kom wacht. Maar hier met die telefoon. Huppa, die is van mij. Even wachten. Niks wachten. Kunnen we ook hier al beginnen met z'n graf graven? Leuk plan. Nee. Ja, doe het nog niet. Wacht. Nee. Pas op, Pietertje. Straks hebben we geen holsetje meer. Hier. Ga je nog luisteren of wat? Hij gaat nog mensen in de nek krijgen, is afgelopen met jou. Nee. Ga maar slapen. Daar. Ik zal alvast de EBAO-kist halen. Ah, heel verstandig. Oh, nee. Hij krijgt echt zo 2 steken nog. Hè. Hey, ik neem aan dat jullie willen die holster zien. Help. Maar, hier, ja, nou, zeker, dat je hebt hem nou wel genoeg gezien, hij mag nou wel weer naar binnen. Kom maar. Nee. Hup, lopen. Naar binnen. Ik zou je laten we maar ter zaken komen. Ik wil in vrije doorgaan. Ik wil het geld wat allemaal aan die bank lag. En ik wil ook nog even 5k van die hostage. Hoeveel geld mag er in de bank als ik vraag mag? Genoeg. Kan ik makkelijk van rondkomen. Oké. En hoeveel wou die voor de hostage vragen? Volgens 5k. Dan ga ik even overleggen met collega's. Nou, ik zal maar akkoord gaan, anders is hij dood. Dus, succes. Hey meneer, misschien ga je zo slapen. Slaap je nu? Ja, geen schevens om jou. Nee, wacht, luister. Geen zin om te luisteren, ik kom mijn geld. Kijk. Nee, geen zin. Oh, jij bent weggeven en ik was de ezel. Ja. Dat vind je lief. Waar is mijn geld? Oké, meneer, ik ga u hier de 5000 euro geven voor de hostage. Dankjewel. Je mag hostage binnenhalen, ja? Hey, Pipo, kom, we gaan weg. Ja. Kom, we gaan weg. Salve. Hey, houdoe. Binnenkort even hem nog een keer zien, dan gaat hij van de dam af. Vind ik leuker. Het is wel een goede vol van missies. Laten we maar snel de riolering gaan. Misschien kunnen ze dan, zijn we ze dan kwijt. Wij zijn bijna bij afslag riolering. Ik heb altijd nog een pistool. Die kunnen we nog even kijken. Ja. Hey, slap lekker. Oh. Het is wel mistig. Dat is juist chill. Nou, ik zie hem niet meer. Oké, laten we hier stoppen. Hier woont een vriend van mij. Abu, ga stoppen.
Melding voor alle eenheden, achtervolging is gestopt. We zijn ze kwijt. Toch, wat een mooi plan. We zijn rijk, kunnen nieuwe wapens kopen. Maar die gozer, die gaan we binnenkort van echt van het dam afdouwen, hé? Even op mijn notitieboekje schrijven. Ja, schrijf even op. Ik weet niet goed van die gozer. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.